Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Nog een van mijn nieuwe aanwinsten. De Lima. En hij is dubbeldekker. Dan vallen wat dingen uit, maar dat is prima. Zo. Deze heeft maar één mankement. En dat is dat deze buffer hier, ik ga dit even aan de kant zetten. Zo. Deze buffer, die zo, was afgebroken. Iemand heeft hem geprobeerd te lijmen, de vorige eigenaar. En dat is maar ten dele gelukt. Ik denk sowieso de verkeerde lijmsoort. En voor de rest, het is de tijger, het is niet de panda. Ik vond zelf, ik kom overal de panda tegen. En ik vond nou juist dat een beetje ja afgezaagd. Dus ik heb de tijger. Ik ben heel blij mee dat ik de tijger heb. Maar uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit qua hoe het eruit ziet. Dan breek je hier nog een het een en ander aan. Ik heb al mensen gezien, heb ik de goede lijmen? Ja. Die hebben de overal de lucht inlaten opgemonteerd. Nou, mocht ik ze tegenkomen, dan overweeg ik het. Het zijn er wel heel veel die je moet hebben. En het andere wat ik gezien heb, is die lijsten, de raamlijsten zijn niet zwart, maar geel. Dus ik hem helemaal open maak. Dan kan ik dat in feite met een merkstift al in orde maken. Is iets waar ik over aan het nadenken ben om dat te gaan doen. Maar dat zit een beetje in dezelfde hoek als dat ik eigenlijk meer wil gaan doen in de categorie van verven en of spuiten. Maar ik heb daar op dit moment de ruimte niet voor. En de materialen ook niet. En ik dacht, laat ik beginnen met het moeilijkste. Dus proberen er ruimte voor te krijgen. Maar dat gaat niet gebeuren in dit huis waar we nu zitten. Dus dat maakt dingen heel erg gecompliceerd. Zo. Dat is de buffer. Hij is nog volledig analoog. Er zit geen binnenverlichting in uiteraard. Wel een NAND-koppeling. Dus... ik pak eventjes deze erbij. Er zit hier wat corrosie op de contactpunten. Even zien. Zo. Maar als ik nu de weer met stroomdoorvoerende koppeling bezig zou gaan, dan zou ik misschien de front- en sluitzijn goed aan kunnen sluiten en de binnenverlichting overal door kunnen trekken. Dat is misschien nog wel leuk om te doen. Ik heb op dit moment niet zo'n koppeling liggen. Die heb ik in mijn koplopenproject zitten en ook dat is toen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Zo, ik zet één pin op de as en dan duw ik hem tegen de koper aan. En hier ook. Ach, kijk aan. De cabine ligt op en de frontzijn ligt op. Zo hopelijk te zien. Ik heb geen beeldscherm om te kijken op dit moment. En dan zouden we de andere kant op rijden. Er gebeurt er helaas helemaal niets. Er zit geen rode lamp in, denk ik. Nee, dus dat lijkt er ook op dat dat toch nog helemaal uitgeboord moet worden. Zij doet het alleen maar goed als hij die kant op rijdt. En als hij de andere kant op rijdt, dan zie je helaas niets. Hier moet nog een 1600 voor, of een 1800. Ligt een beetje aan op welk jaar je hem wilt laten rijden. Voor of na de opsplitsing van NS. Ik denk dat ik voor een 1800 ga.
Ik heb één 1800 al liggen. Die gebruik ik voor mijn creatieve trein. De samensteltrein zoals die reed in op de lijn tussen Den Haag en even kijken, Den Haag-Venlo. Daar heb ik nu nog die rare Belgische treinstellen voorbij. Eigenlijk kan ik deze er gewoon aanhangen. Want ook dat reed over de lijn heen als een van de vormen. Maar dan met name naar Amsterdam toe. Dan zat deze erbij. Dus. Hij is verder helemaal in orde, helemaal goed. Ik denk dat ik deze hier, als ik hier iets aan ga doen, dan is het off-camera veel later. En laat ik misschien nog wat resultaat zien. Maar ik denk dat deze gewoon prima is nu. Ik laat hem nog even drogen. En voor de rest bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.